welkom in deze nieuwe video aan Bosstar. Wat doe je op een zaterdagavond? Wel, we kijken met heel het gezin eigenlijk naar dat met de knikkers. Ik kan het niet goed uitspreken. Maar ook mijn diertjes kijken mee. Dus dat bedoel ik met mijn gezin, dat zijn mijn kindjes. Ik deed dat wel ook in Nederland bekend. Dus met de knikkers dat je zo wedstrijden moet spelen en zo. En ik moet wel zeggen, het is wel heel grappig hoe de konijnen eigenlijk voor de televisie zitten te kijken daar. Daar zitten ze, wacht, ik moet eventjes de lens. Daar zitten ze de hele tijd voor de televisie te kijken. En het is zo grappig hoe dat ze dan bewegen als iets gebeurt en zo. Dat is eigenlijk eigenlijk wel heel grappig om te zien. Dus voor wie dat ze supporter, ik zou het niet kunnen zeggen of wie ze supporteren. Maar ik vind het wel grappig hoe dat ze daar zitten eigenlijk voor de televisie. Ze er gewoon komen bij zitten. Misschien supporteren die voor Stieks Femke en die andere weet je naam niet. Het is wel in beeld te komen, maar ik heb niet goed opgelet. Dus, En dit is het programma waar we naar kijken. Dus, wel heel grappig natuurlijk als je ziet hoe die konijnen reageren. Op het programma zelf. En ze zitten er helemaal klaar voor. Welkom. Dus wij gaan nu momenteel eens eventjes wandelen. Het is ook al een beetje later op de avond om te gaan wandelen. We nemen ook Annie mee. Dat doen we ook altijd. Dus dit is mijn oortjes. En dan gaan we eens kijken hoe rustig het kan zijn eigenlijk in de stad. Het is altijd kei druk eigenlijk. En wij nemen haar mee daarin. Ik weet natuurlijk niet of het ijskoud is buiten. Dat kan ik helaas niet zeggen. Maar het lijkt me wel leuk om te doen. Dus dan gaan we even. Kijk, zo ziet het eruit als het donker is. Kijk, de vijver. De vijver is eigenlijk een heel goede plek eigenlijk. Ik denk niet dat je dat kunt zien dat het een vijver is. Maar kijk hoe rustig het hier momenteel eigenlijk is. Op één wagentje na zul je hier eigenlijk bijna niks horen meer. Dus wij lopen nu hier. Kijk, het is een beetje licht op de camera. Ziet je dat dus niet. Ja, het is echt wel donker bij mij. De camera zit hier wel aan lopen. Maar het is echt wel heel rustig. Een rustige wandeling. Dus, maar het is eigenlijk wel, het is wel wat koud. Maar niet om te zeggen dat het ijskoud is of zo. Nee. Maar we hebben een goede jas aan. Dus ik ben van op een vuurvest. Maar kijk. Als je aan de zee woont, dan zou ik een zandwandeling doen. Waarom dan hier niet eigenlijk? Dus het is wel genieten. We hebben dit ooit nog eens gedaan. Tijdens dat je terug buiten mocht na de coronamaatregel. Dat het avondklok was. Ik nu mag alles gewoon weer. En toch is het toch weer zo stil. Ik denk dat de meeste mensen zo wat aan het uitgaan zijn op de markt. En dat is ook wel, want we liggen natuurlijk niet in het centrum. En dan moet ik wat doen. Buiten, wat ik al zei, een auto of twee hoor je eigenlijk bijna niemand. De meeste mensen zijn nu binnen. Dus dat is toch van de jeugd. Het drukste bezochte ding is nu helemaal stil. Eigenlijk. Hey. Dus helemaal stil. De parking waar normaal 1000 auto's staat is nu momenteel stil. Het is natuurlijk wel beginnen regenen helaas. Maar het is wel stil. Kijk, hier zijn normaal mensen altijd zo druk op het terras. En nu is het echt zo stil. Ja, trouwens niet gesponsord dat terras. Hè. Hier weet ik niet hoe het je noemt, maar ook echt muisstil.
En hier ook. Dus... Muis. Buiten dat er één auto op de parking staat. Of misschien twee. Ik kan je zeggen, het is keistil. Alleen de regen, die doet er een das. Maar goed. Zo, we zijn hier. Het zijn allemaal appartementen. We zijn eens gaan kijken voor de speeltuin. Of het er een speeltuin is of effectief, weet ik niet. Maar het is zo donker om overal door te gaan. Je weet natuurlijk, het is laat. En je weet natuurlijk niet wat die mensen denken. Dus we komen nog wel eens terug als het lichter is. Daar komt het op neer eigenlijk. Maar we zijn nog steeds aan het stappen. Hier hebben ze ook van die baas waarom moet je staan. Ja, je loopt toch met een camera eigenlijk een beetje in je handen met de gsm. Dus je wilt ook niet die mensen denken van, oh ja, we gaan hier overvallen worden. Je weet natuurlijk niet wat ze denken. Maar dat er veel karkens staan, dat is wel zeker. Dus die bestaan eigenlijk alle karkens. Zetten die hier. En als je dan boodschap gaan doen, neem je de karkje mee. Er zullen waarschijnlijk heel veel oude mensen zijn. Dat op zo'n flats wonen, denk ik. Sorry mensen, als je jong bent en je woont daar ook. Maar ja, ik kan het natuurlijk niet zien wie er allemaal woont. Hè. Maar het is wel leuk om dat eens te zien. In een andere ding, hè. Maar ja. Precies zo om dingen voor de VTM zo. Hè. Zo lijkt die allo. Hè. Die doet dat ook af en toe. Hè. Wie komen we tegen en dat en dat. Maar het is op zich gemakkelijk om iets te vloggen, omdat je altijd bezig bent en eigenlijk doet er bijna niks. Dus ja. Kijk, we staan hier zo aan een kleine kerk. Daar staan wij, dus we kunnen bidden. Het is niet open momenteel, maar we kunnen wel bidden voor onze lieve Heer. En voor alles hierboven, dus ja. We kunnen eigenlijk maar één ding bidden, wat ik eigenlijk altijd doe. Het is hetzelfde. Dus we staan hier dicht bij de bakkerij. En je ruikt dat de bakker de brood aan het bakken is. Want dat ruikt altijd zo lekker. Hè. Dat is ook zo. Ik zou tot 10 broden kunnen eten eigenlijk. Hè. Dat ruikt echt super lekker. Dus hier bij bakker Wim. En echt. Je ruikt echt het brood. Hij is bezig met zijn brood te bakken. Dat is echt, echt een heel lekkere geur. Ik kan je bijna niet voorstellen eigenlijk. Die geur alleen al. Dat is echt wel tof. En dan kom je richting de straat waar heel veel auto's momenteel rijden. En dan wordt de geur bedroomd door de autogeur die rijden. Maar goed, het was even toch genieten van het lekkere, lekkere geur van het brood. Sowieso. Maar ja, dan kwamen er auto's erbij. En dan ruik je de auto uitlaten. Maar kijk, we blijven. Het was lekker geur. Dus het gaat meteen zo zin van we gaan boterhammen gezeten en ja, dat wel. Dat was wel zo. Dus dat was er wel op dat moment. Hier hoor je dat eigenlijk, het is de auto's, hier rijden ze wat harder. Dus we moeten op die knop drukken. Steken. Ik heb het idee dat de knop het mars doet. Niet dat doet de knop. Ik heb het niet. We gaan niet kunnen oversteken. De knop doet het niet. Ook al klik ik daarop. Kijk. Met mijn hand. Maar nee, geen knopje dat het doet. Dus laten we hopen dat het vernoord zo. Wat de knopjes doen het niet. Het wordt gewoon zonder dat je op knopje hebt gedrukt. Hetzelfde gaat staan dan nog een uur. Maar ze knopjes doen. Ik hoop in de toekomst dat de knopjes het wel doen. Anders staan ze daar voor niks of gaan ze die weghalen. Ik weet het niet. Maar er staat in ieder geval niets te doen op de knop. Ja. Als je dit ziet, meneer de burgemeester, de knopjes op het altijd rekenen doen het nog niet. Dus maar, verkeerslichten doen wel hun werk. Dat is dan ook alles mee gezegd. Kerk van de Reken. Dat is de kerk van de Reken.
speciale betekenis aan deze kerk. Ja, ik ga eens even zetten. Nu dat er toch plaats is om te zitten en niemand zit hier. We zijn nu ook niet zo herrie-pelijk dat we elke zondag naar de kerk gaan. Maar op deze plaats is een plaats waar dat me altijd, als ik er passeer, doe denk aan de begrafenis van mijn oma. Eigenlijk, toen ik hier midden van de dingen stond, eigenlijk, de kist werd in de auto gedaan. En ik stond eigenlijk gewoon helemaal alleen. Ondanks dat er zoveel familieleden op de een stonden. Veel volk, heel veel mensen die naar de kerk kwamen. Mijn oma was ook een beetje een icoon in Sinterklaas door een winkel dat er was. En dan besef je zo in één keer, je staat hier. Dus juist eigenlijk op deze plaats. Eigenlijk zo hier zo ongeveer stond ik. En dat je dan beseft van, nee, er is niemand die op dat moment vraagt, en gaat het? Lukt het allemaal? Moeten we je vastpakken? Nee, stond je dus echt helemaal alleen. Met eigenlijk een beetje een liedje zo, ja, 1000 mensen om je heen. En die mensen waren allemaal bezig tegen elkaar. En ja, soms schoenen mis, hè. En we gaan hem missen en dit en dat. Maar er was niemand bezig met van, zijn er mensen die zich alleen voelen eigenlijk? Ook omdat mijn mama niet mee kon komen toen naar de begrafenis. Omdat mijn mama was toen ook al ziek aan kanker, aan het moeilijk had om te komen. Stond je dus eigenlijk gewoon ziek alleen. Mijn broer en mijn schoonzus waren bezig met de vader. En dus mijn vader ook, maar ik heb er geen contact mee. En ja, dat stond je dan. Totdat de begeleiding eigenlijk buiten kwam. En dat was eigenlijk uw reddende engel. Dat je toch iets had van, allee, we kunnen er toch ja, kwijt. We kunnen die verdriet even kwijt, maar niet voor lang natuurlijk ook niet. En ja, ik was wel blij toen de begrafenis van mijn moeder niet in de kerk was. Maar ja, ik hoop dit nooit meer moeten meemaken. De mensen mogen nog lang leven. Hè. En mijn andere oma ook. Nee, dus je weet het, oma, je moet lang leven. Hè. Je moet 100 jaar worden. Hè. Oh. Ja, 100 jaar, zegt ze zo. Maar nee. 100 jaar gaat het gebeuren. Dus ja, dat is de kerk van het reken. Waar ik eigenlijk wel heel mooie... Ja, ik ben alleen maar geweest voor het begrafenis. Voor de rest ben ik eigenlijk nooit hier binnen gegaan. Dus, maar ik kon dat toch wel even meenemen. En dan gaan we nu de foto staan en dan gaan we zo richting huiswaarts. Maar ik vind het wel belangrijk om het jullie te vertellen. Want elke ding heeft toch wel een betekenis. En dat café daarover heet Onder de Toren. En dat is echt wel grappig, want ja, dat juist voor, juist voor die kerk eigenlijk. Dat café, en dat noemt dan Onder de Toren. Dus, en ja, ze hebben hier ook een begraafplaats. Dus... De taxi is niet voor ons mensen, maar het is wel een taxi. Maar het is wel speciaal eigenlijk. Ja. Het heeft toch altijd wel wat betekenis om dat te vertellen aan jullie. Dus ja. Ook al moeilijk heb je nog een café, ze hebben echt wel goede cafés. Die mogen eigenlijk open blijven, dus die dat die nu wel meer zaken doen. Want die dat de meeste mensen ook wel in de nacht, in de avond komen drinken eigenlijk. Dus... dat wel. Kijk, als je daar naar de lucht kijkt, is het zo, ja, wolken. En als je daar kijkt, is het helemaal donker. Dus grappig, hè.